Nou Elias, als eerst natuurlijk gefeliciteerd. Dankjewel. Na rust kwam jij het veld in en eigenlijk direct zagen we een treffen. Vertel. Ja, ik wist deze week al dat ik 45 minuten zou spelen. Dan is het aan mij om gewoon zo hard mogelijk mijn best te doen. Zoveel mogelijk te laten zien van wat ik kan. En gewoon te genieten op het veld. En als het dan meteen resulteert in een goal en een assist. Ja, er is niks mooiers dan dat natuurlijk. Zeker. En daarna volgt 90 minuten. Dan de verlenging en daarna de strafschoppen. Hoe focus jij je op de strafschoppen? Ja, ik denk bij een bekertoernooi weet je dat er verlengingen kunnen komen en penalties. Dus daar train je ook op. Voor die verlengingen, daar trainen we hard voor. Dat je klaar bent voor die verlengingen, dat je fit bent. En die penalties is gewoon mentaal, een mentaal spelletje. En het is gewoon, ja, 50-50. En gelukkig scoorden wij vandaag eentje meer dan zij en winnen we. Ja, is het iets waar je eigenlijk altijd al goed in was, penalties? Penalties is iets wat... Wat je als voetballer leuk vindt, na de training een paar penalties nemen, een paar keer lachen met elkaar. Maar het is gewoon gefocust zijn en zien dat die bal erin ligt en dat is hetgene wat telt. Ja, en dan aanstaande vrijdag weer de focus op de competitie. Thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Hoe bereid jij je daarop voor? Ja, ik denk dat het nu over 3 dagen al wedstrijd is opnieuw. Dus we hebben nu een wedstrijd met verlenging gehad, dus het is goed herstel pakken. De focus weer op de competitie, die heel belangrijk is voor ons. En dan is het gewoon daar ook weer knallen. En het 100% van onszelf geven. Juist, dankjewel. Alsjeblieft.